Vandaag gaan we jullie iets meer vertellen over de verschillende modellen van kleedjes die wij in onze collectie hebben. Want er zijn verschillende stijlen die op verschillende manieren gedragen kunnen worden. En daar willen we jullie wat meer uitleg en advies over geven. Bijvoorbeeld het kleedje dat ik aan heb, een chemisier kleed, kunt je gewoon dragen los, zonder ceintuur, bijvoorbeeld afgewerkt met een sneaker in dit geval, voor iemand met een maatje meer. Hè. Dat steekt onze rondingen een beetje weg, de buik, de billen. Dus gemakkelijk om zo aan te schieten en je bent vertrokken. Je moet maar één ding aan doen, je moet niet nadenken, kleedje aan, sneakers eronder en je kunt uw dag beginnen. Maar het leuke aan zo'n chemisierkleed is dat je dat ook op deze manier kan dragen. Bijvoorbeeld hier als tuniek over een brede broek. Jullie zien dat hier zo gepresenteerd is met een accent op de taille voor een kleinere maat, maar ook perfect voor een grotere maat dat je dat laat openhangen als tuniek. Dan kun je het nog eens gewoon als chemisierkleedje dragen met hetzelfde ceintuur. En zo heb je eigenlijk drie manieren om één en hetzelfde kleedje te dragen. We hebben niet alleen effe chemisierkleedjes, maar ook bijvoorbeeld in deze mooie satijn viscose, natuurlijk materiaal. Hier zien jullie het gewoon op kapstok gepresenteerd en kan het zo losgedragen worden. We hebben deze ceintuurtje erbij gehouden, zodat jullie dat in de taille kunnen dragen als een gewoon korter kleedje dan, want doordat je het dan de ceintuur erin doet en het laat blouzen, komt het een beetje korter. Maar wat ook een heel leuk silhouet is, is dit kleedje open met een beige broek en een beige t-shirt erover. En dan draag je dat weer als tuniek erover. Dus verschillende manieren, verschillende stijlen om een chemisierkleedje te dragen. Wat heel leuk is, ook met die langere chemisierkleedjes, is bijvoorbeeld hier zien jullie de oranje slippers om dat dan af te werken voor een zomerse avond, voor een vakantiesfeer, voor een meer relaxte moment in de zomer. Is dat wel tof om met die slippers dat af te werken. Buiten de chemisierkleedjes hebben we ook gewoon lange kleedjes in onze collectie. Lange kleedjes zijn ideaal ook voor grotere dames, voor zwaardere dames. Is dat ideaal om een lang kleedje te dragen. Bijvoorbeeld dit kleedje in 100% viscose, dus dat is een natuurlijk materiaal, ook gevoerd in 100% viscose. En dat is wel heel aangenaam dat onze voeringen ook in natuurlijke materialen zijn. Trouwens, al onze kleedjes zitten in een prijsklasse tussen de 159 en de 239, afhankelijk naar wat jullie op zoek zijn. Die prijzen kunnen jullie ook allemaal op onze website terugvinden. Dus een lang kleedje, ideaal voor een grotere dame, een grotere klant, is dat leuk om dat zo te dragen. Maar we hebben ook bijvoorbeeld deze lange kleedjes. Die kun je wel nog met een ceintuur afwerken en dan komt dat iets korter en is dat wel geschikt voor kleinere klanten. Dus staar u niet blind op het feit, oh, het is een lang kleedje, ik ben wat kleiner, ik kan het niet dragen. Dat kan zeker en vast met de juiste ceintuur of eventueel het een beetje laten verkorten. Maar daarvoor krijg je heel goed advies bij ons in onze winkels. Een derde model van kleedje zijn de kortere kleedjes. En eigenlijk kortere kleedjes tot aan de knie zijn heel, heel elegant op kleinere dames. Dat is heel mooi met dat ceintuurtje erin. Maar ook grotere dames met een zwaarder bovenlichaam, maar met slankere benen, is dat ook ideaal. Want dan zit dat los bovenaan en leg je eigenlijk de detail op je slanke onderbenen, op je slanke kuiten. En als je dan wat zwaarder bent, kun je dat zonder ceintuurtje dragen. Dat kan ook voor verschillende typen van vrouwen. Wat ook leuk is met zo'n kleedje, is dat je dat als tuniek kunt dragen. Zie, in de zomer, bijvoorbeeld met dan een wit jeansje eronder, is dat eigenlijk wel leuk om op zo'n manier twee stijlen te creëren met één en hetzelfde kleedje. Deze kortere kleedjes, die vallen ook recht, maar die zijn heel mooi op vorm gesneden. Ideaal ook om te gaan werken voor een feest, dat is een beetje een gekleder kleed.
Een mooie decolleté, altijd ideaal voor iemand met een rondere boezem. En dit is bijvoorbeeld heel mooi afgewerkt met een sandaaltje in een naturel kleur. We hebben er dan ook nog een van onze colliers bij gepresenteerd. Maar dit wederom, doordat het een beetje op vorm is gesneden, is ideaal om rondingen in het bovenlichaam wat te camoufleren, wat buik, een vollere boezem en dan accent te leggen op de benen. Dus zo zien jullie dat je eigenlijk in heel onze collectie kleedjes op heel verschillende manieren kunt dragen en voor heel veel verschillende types van vrouwen. Dus kijk zeker eens op onze website of kom naar onze winkel. Daar gaan onze teams jullie perfect kunnen informeren en inspireren om het juiste kleedje te vinden dat bij uw figuur past. Veel plezier ermee!